Ja, je zal maar bij dat VI werken. Ja, ik moet het er nog even over hebben, jongens. Ja, en denk nou niet van, oh, die Harry is opeens een fan van Johan Derksen. Nee, nee, want Johan Derksen, dat is een figuur, daar kan je gewoon vandaag heel gezellig mee praten. En dan heb je een dolle tijd en dan lach je je dood en je slaat elkaar op de schouder en je gaat naar huis. En de volgende dag brandt hij je werkelijk tot de grond toe af. Dat is Johan Derksen. Maar dat neemt niet weg dat ik gisteravond heb zitten kijken. En ik dacht bij mezelf, nou ja, je zal daar maar werken, zeg. Ik bedoel, die gasten aan die tafel, die gooiden allemaal een beetje de handen in de lucht. Weet je wel, zoals dat vroeger gebeurde. Dat je dan iets zei in een vergadering. En dan maakte je een opmerking. En dan zei je, ja, het is zo en zo en zo. En dat vinden we eigenlijk allemaal. En dan werd er gevraagd, oh, vinden jullie dat ook? En dan stak er niemand zijn vinger op. Dat gevoel dat je dan helemaal ineens helemaal alleen staat, dat had Johan Derksen gisteravond in die uitzending. Want die anderen die keken gewoon weg en gooiden hun handen in de lucht en wilden er niks mee te maken hebben. En Johan, ja, want zij dachten natuurlijk, ja, die komt net uit zwaar weer. Die heeft een enorme storm over zich heen gekregen, daar heb ik geen zin in. Ik ga eventjes niet mijn vingertjes branden aan dat gevoelige onderwerp. Gadverdamme zeg. Ja, en die Gené, die dacht bij zichzelf, nou weet je wat ik doe? Ik kijk niet weg. Nee, ik hou niet mijn mond. Nee, weet je wat ik doe? Ik jank en huil met heel piepend Nederland, huil ik mee. En dat heeft hij gedaan. Nou. En ging ook nog eens een keertje kritisch doen tegen Johan Derksen. Zo van, nou ja, het is jouw probleem. Jij hebt dit veroorzaakt. En los het zelf dan ook maar op. Pardon zeg. In plaats dat die Gené eens een keertje daar even een statement had gemaakt voor die Derksen. En eens even helemaal voor hem had gaan staan. Want je kan wel zeggen, ja, maar hij van hoger hand. Dan hebben ze gezegd natuurlijk, ja, wees maar kritisch. En praat het maar een beetje zo aan elkaar. Nee. Zelfs al is dat het geval, dan had Gené dat gewoon terzijde moeten schuiven. Die Gené had een kerel moeten zijn. Die had gewoon moeten zeggen, hey, ik sta volkomen achter Johan Derksen. En nu niet. Nu ging hij meepiepen met iedereen. En Johan aanvallen op zo van, ja, maar jij hebt geen gevoel. Jij weet niet hoe die mensen zich voelen. Dat kan jij je niet, inleven. En opeens hadden ze daar dus een hele begrijpende pastoor aan die tafel zitten. Met die Gené. Nou, en dan was die Johan Derksen gefeliciteerd in één keer. Arme Johan Derksen. Ja, ik moet uitkijken. Want misschien, en waarschijnlijk, en het kan nog ooit een keer gebeuren, word ik nog een fan ook.